Yo, Kees van IMT. Ik ben tussen even naar de S-missie gereden in GTA 3. En daar gaan we dan. Cutting the grass. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob who works the bar in Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Aha. We iemand uitroeien. Iemand uitroeien met zijn supercoole snor. Oh, mooie animatie. Is dat nog wat ik moest doen? Nee. Pak je gewoon een auto. Dan gaan wij wegrijden. Cast geben. Hoppa. Oh, daar zit natuurlijk een muur. Uiteraard. Hey, een vuurtoren. Lighthouse. Floep. En dan gaan we die kant op snel op. En mijn super dure, super deluxe buggy. Wow. Die vlag is mooi aan het glitchen. Oké, daar gaan we op. Deze kant op. Remmen. Hier naartoe. Daar naartoe. Nu hebben we dus Luigi's bar. Hoppa, daar heb je hem. Goed, dan stapt hij zo meteen in en dan moeten we die taxi gaan achtervolgen. Ze mogen hem eigenlijk alleen niet zien. Die spoelkommeter moet er zo ver mogelijk omlaag. You got too close. Oké, retry. Waarom ben ik eigenlijk too close? Ik moet toch op behoorlijk dichtbij komen om te kunnen volgen. Dan raak ik hem hoezo kwijt. Of heb ik een auto die misschien te veel opvalt? Zou dat misschien een reden hebben? Oké, mijn vrachtwagen staat er ook nog steeds. Het is geen lekker band, kan ik schieten. Dat is ook weer jammer. Nou, GTA, dat stelt me echt weer teleur. Stadmissie. Cutting the grass. Mooie piano trouwens achter. Best wel simpel, maar best wel mooi. Dan gaan we gewoon nog een ronde. Gewoon weer een nieuwe auto, I don't care. Ik heb misschien een paar knaakjes. Maar je hebt ook wat. Hop. Check, gaan we hier naartoe. Door rechtstreeks naar beneden. Dus een paar keer gas geven. En dan zijn we er. Een karabouwer. Of zoiets. Oh, ik steek de andere kant op. Je kan nog een keer tussendoor. Hallo, niet tegen te schieten. Ik weet dat ik eng ben, maar dat gaat wel heel ver. Even wachten tot die gozer hier naartoe komt. Hier naartoe, gewoon iets verder naar achteren. Kijk, hier even rustig staan wachten. Dit is gewoon de perfecte afstand is, wat ik constant moet blijven houden. Even kijken, een klein beetje afstand blijven bewaren.
die kant op. Dus daar naartoe gaat dus rechts. Mooi, de tram er even keer overheen. Waar natuurlijk is de trein. Het probleem is, ik mag niet in de taart rijden. Dus ik moet even lekker rustig aandoen. Het is echt totaal niks voor mij dit. Zo rustig aan te rijden. Kijk, dan gaan we hier dus links de poort op. Waar gaat hij nou precies uitstappen? Daar dus. Here comes our little friend. Oh, druk bom weg. Wauw. Wack curly bomb. Nee, nee, niet het water! In deze game kun je dus niet zwemmen. Nou, waar is een kinnie spookt, rijd ik mezelf in het water. Ja, dat is ook altijd wat bij mij. Die één is het wel twee. Oké, goed, nog een poging. Een van de weinig missies die ik uit kan doen. Dus, mooi, sirenes erop. Ik valt er nog minder op dat ik hard door kan tuffen. En is het nou aan het regenen met mist of alleen mist? Hoppa. Ah, kijk uit. Police, police, incoming. Ik zou het echt niet echt zo doen dat ik gewoon echt dik harde problemen had met de maffia en dat soort dingen. Portland Beach. Poging 3. Drie keer is scheepsrecht. Roept men altijd. Deze hadden we een keer eerder gezien. Nog geen tweede keer meer te zien. Hop. Laten we maar geen luidruchtige auto pakken. Maar gewoon nog luidruchtiger auto. Even kijken. Werkt dit? Ja. Nou, nee, ik heb niet precies wat ik wou, maar ook niet een soort van. Dan gaan we hier mooi even naar beneden weer. En dan that side. Hoe die geen bij hem is. Almost, but not yet. Nou, schilders maken heel klein stukje rijden wat die gozer moet. Duurt misschien een minuutje. Vind ik wel weer deze afslag. Get about. Dat is gewoon even wachten nu. Terwijl die gozer buiten komt. Nu kunnen wait. Voor it. Dat is gewoon wachten tot die gozer. Oh, nog een lantaarnpaal om. Spookometer. Hier eens aan doen. Dat die gozer schrikt en bang wat van ons. Oké, dit ziet hij gelukkig niet. Ik weet toch wel waar die gozer nu naartoe gaat. Maar alsnog, ik kan alleen niet te dichtbij komen. Dan begin ik rennen te gillen. Why? I don't know. Kom op, taxi. In het echt kun je ook doorrijden. Vooral als je straks weet dat je cliënt doodgeschoten... Cliënt? Ja, klant doodgeschoten wordt. Cliënt klinkt al zo raar. Kijk, nu hou ik nog minder afstand dan elke keer ervoor. Dan stijgt het ook niet. Oeh, die scheelde echt niet veel. Ik weet precies waar hij naartoe gaat.
Don't get too close. Kijk, daar stapt hij uit. Ook lekker soundglitch. Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Aha, hij krijgt dus een middeltje. En daarmee kan hij dus omkopen. Oké, okay, we got one task. Don't screw it. Dat wil ik wel heel graag hebben. Geld en het wapentje. Ik kan dus even doorrijden naar de volgende S-missie. Het zijn wel eerlijk korte missies eigenlijk. Een heel groot gedeelte. Deze kant gok ik. Hier was de uitgang. Toch? Ja, kijk. Op naar de volgende S-missie. Vloep. En dan was het hier rechts. Perfect. En een klein beetje gas geven. En ik kan het wel zeggen dat ik er ben. Ja, kijk, ik ben er. Woehoe. Oké. Er zit nog een oude politiewagen. Mijn wapen even snel wegdoen. Ik heb nooit hoe de maffia reageert, namelijk. En let's go with the following missie. Banda House Act E? Oh. Wauw, skip ik een per ongeluk. Dus we moeten denk naar 8 balls. Denk ik. Ik ga gewoon weer een nieuwe auto meenemen. I don't even care. Dat is maar een paar knakies. Hun jatten ze toch wel. Ze spannen toch iedere keer terug, dus wat maakt het uit. Hup, die kant op. Ik weet niet wie ik daar omver reed, maar het zal wel. Ik kan me geen in de zak verrekken. Watch out. I'm driving here. Dus hier hebben we dus de 8 balls. Enorm prachtig. En wat moeten we hier doen? Oké, moest dus een bom in. Oh wacht, moest ik daar naartoe. Oh wauw. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. 100.000, had ik dat al niet? Volgens mij heb ik dat al. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Hij was handig in het gips. Wat had die gozer gedaan hebben? Oké, game FM. Dus voor mij zit de laatste missie om in dit wereldje. En daarna gaan we dus door naar de volgende stad. Die dus een stukje groter is. Nou, door de wereld dus een stukje groter wordt, want hier is dan niet meer veilig of zoiets. Dus in iedere GTA game. Half GTA 5 dan. Dus in uitzondering, ik weet niet of dat bij de allereerste GTA zit. En bij GTA 2, nooit echt gespeeld. Ook al heb ik die spellen wel ergens nog liggen volgens mij. Ooit een keer gekregen van iemand. Dat was deze in MS-DOS GTA 1. Dat weet ik wel zeker. Dus ik kan de DOSBox installeren. Okay. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. Oh, de hele boot moeten we leeghalen. Oké, dat kan gedaan worden.
Maar laten we wel heel rustig aan doen. Heel rustig aan. Oké, zo, heel veel mensjes. Even zien. Oh, ik wil dat ik daar naar boven ga. Dat kan. Dat kan be passable. Dan ligt dus een antister. Ik weet al zo stom, zo'n antister. Ja, ik wil in één keer zoveel mogelijk mensen gaan uitroeien. Kijk eens naar boven gaan. Oh god. One down. What? Mission failed. Wat een neuk. Oké, in ieder geval volgende aflevering ga ik het nog een keer proberen. Dus in ieder geval, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer. Doeg.